Dit is geen instructievideo, maar je kunt hier wel een aantal ideeën op doen die jij in zou kunnen zetten met jouw jachthonden. Ik ging op pad om mijn statief uit te testen en een aantal verschillende opties op mijn camera. Dat was mijn bedoeling. Ik had een locatie op het oog waar ik niet terecht kon. Ik ben doorgereden naar een andere locatie, waar ik dat ook prima uit kon testen. Toen ik de beelden terug ging kijken, zag ik enorm leuke fragmenten waarbij je kan zien dat Dakota een enorme ontwikkeling door aan het maken is. Het is dus een trainingsmoment geworden tussen Dakota, Duggan en mijzelf. En het is zeer leuk om mee te kijken hoe dat gaat in de ontspannen sfeer. Zeker omdat ik niet bezig was om dat specifiek te filmen. Zwarte Labrador Duggan liep net de heenweg aan mijn linkerzijde, net als Dakota. Hij liep in het midden. Nu zie je dat hij aan mijn rechterzijde stapt. Hij wisselt makkelijk van positie. Deze twee honden stappen aan de lijn ontspannen met mij mee. Maar wanneer ze vrij van de lijn zijn, gaat dat met net zoveel ontspanning. Hier zie je ze heerlijk vrij om mij heen bewegen. Zometeen zie je dat ik terug kom stappen richting de camera en dan ga je een groot verschil zien bij Duggan. Die is al aan het anticiperen, die heeft al in de gaten, hier is iets bijzonders aan de hand en die is zich aan het voorbereiden op wat er komen gaat, dat we dus gaan werken met dummies. Altijd wanneer ik met dummies ga werken, is dat met een doel, met een plan. Of daar nou wel of geen camera bij is, dat gaat altijd op deze manier. Je gaat dat ook zien aan mijn lichaamshouding, aan het geven van de signalen, aan de communicatie. Je gaat het zien, daar zitten patronen in. Daar is heel veel hetzelfde. Hier zie je Duggan wederom enorm anticiperen op wat wij gaan doen. Spanning in zijn lijf, die wij dus inzetten om ook met hem te kunnen werken. En hier ga ik een oefening doen dat Duggan blijft zitten, los. En Dakota mag direct achter haar dummy aan gaan rennen. Hier pakt de wind de dummy en maak ik een geluidje. Ik zeg iets van woe! Ik ben dus wat afgeleid. Hier zie je dat ook in de afronding van het aanpakken van de dummy. Ik grijp dus gewoon mis. Dakota gaf hem hartstikke netjes aan, maar ik grijp mis. Ik was niet geconcentreerd. Ik pak mijn concentratie terug. Ik gooi de dummy weer. Ik verplaats me. Dat heeft ermee te maken dat ik dit voor Duggan ook wil oefenen. Wat doet hij met al die informatie? Wanneer ik me verplaats, Dakota is aan het rennen, er vliegt een dummy weg, ik maak geluidjes. Hier zie je dus dat ik me weer naar de andere kant ga verplaatsen, zodat hij haar goed aanziet komen. En je ziet hoe stabiel hij blijft zitten. Dat heb ik hem gevraagd. Ik weet dat hij dat beheerst. En dat laat hij dus ook zien. Dakota is achter een hazendummietje aangerend. Die heeft ze een aantal keren teruggebracht. Hier wissel ik om. Zij heeft voertjes gehad. Ik heb nu de dummy voor Duggan al te pakken. Dat is een oranje canvas dummy. De andere dummy is opgeruimd in mijn achterzak. Ik laat nu Dakota zitten en ik vraag Duggan iets naar voren. Alleen, Dakota kent het commando zit nog niet. Dit gaat dus op een handgebaar. En ik heb met haar de afgelopen 2 weken wel gewerkt aan het commando blijf te koppelen aan mijn handgebaar. Ik heb haar dus met een snoepje in de houding zit gemanipuleerd, want dat is het. Daar heeft ze een voertje voor gekregen en mijn handsignaal heeft blijf gegeven. Nu nogmaals, blijf. Duggan mag gaan. Zij gaat staan, maar ze is daar nog in positie. Weer dat handgebaar, ze gaat zitten, snoepje erin. Dummy aanpakken van Duggan. Dan mag zij ook gaan staan, want dat hebben we allemaal nog niet getraind. Daar gaat het nu ook niet om. Weer die zit met dat blijf. Dus de zit met het voertje. Ik zeg geen zit. Ik zeg wel blijf. Duggan iets naar voren. Die geef ik ook een blijfsignaal. En ik vraag hem trouwens wel te zitten. Want dat is nu rustiger in deze situatie. Hij kan ook blijven staan. Maar zit is wat stabieler in verband met het trainen en de leermomenten van Dakota. Daar heb ik de dummy voor Duggan weer weggelegd. Ik kom teruggestapt. Ik neem plaats in een andere positie. Hij mag gaan om hem te pakken. En ik ga meteen door naar Dakota om haar te belonen. Dan gaat haar kontje weer van de grond. Handgebaar om te gaan zitten. En daar is de blijf met mijn woorden. En ze blijft weer zitten. Ik pak de dummy aan van Duggan. En daar is ze weer. Zij krijgt weer een voertje, omdat ze ook rustig stabiel bij me blijft staan. Duggan krijgt zijn bal op de grond. Ziet de spanning die er bij hem ook uit moet. Voorpoten die doorbuigen, gespannen staarthouding. En dan wandelen we terug en hier zie je ook dat ze spanning moeten ontladen bovenop elkaar.
Na zo'n spannend momentje even samen vrij stappen, maar je ziet aan allebei de honden dat ze in een soort trainingsmodus zijn. Hoe ze bij mij in de buurt blijven en contact met me blijven maken. Ik heb nog wat gerommeld aan de instellingen van mijn camera. De honden lopen dan vrij om mij heen en daarna is het weer tijd voor een oefeningetje. Ik ga vrijwel hetzelfde doen. Ik pak de bal van Duggan eerst even aan, want dan loopt hij nog mee rond. Die gaat achter in mijn zak. Dan pak ik het dummietje voor Dakota, dat is dat hazendummietje. Ik ga Duggan neerzetten met een zit en een blijf. En Dakota mag meteen rennen. Dan ga ik hem aanpakken. En nu komt er nog een fantastische werptechniek waarbij ik de dummy onder het statief gooi. En Dakota pakt hem daar heel voorzichtig vandaan. Dat is fantastisch. Applaus, omdat ze dat zo rustig deed en mijn camera niet omver ging. Hier ga ik ineens aan de rommel en dat zie je inderdaad ook aan Duggan. Ik beweeg ineens te ver terug. Ik ben heel de tijd eigenlijk voor Duggan gebleven en nu sta ik er ineens een beetje achter. Dat is anders. En daar anticipeert hij ook meteen op. Hij blijft daar wel rustig staan. Ik ga mijn aandacht even op hem richten en ik ga hem weer opnieuw laten zitten. En ik ga weer voor hem werken. Want dat was wat we aan het doen waren, maar ik ging ineens naar achteren. Daar waren we niet op voorbereid. Ik ga de dummy nu ook wat hoger gooien, zodat Dakota omhoog kan kijken. En dan komt hij mooi uit de lucht vallen. Vindt ze mooi, heb ik al eerder gemerkt. Is ook weer anders voor Duggan. Daar moet ik me bewust van zijn. Je ziet ook dat ik me minder beweeg. Ik ga minder van positie wisselen. Het heeft ermee te maken dat ik dus heb gezien dat Duggan net wat onrust vertoonde door mijn onrust die ik erin heb gebracht. De dummy van Dakota wordt opgeruimd. Zij heeft steeds een voertje gehad. De dummy van Duggan heb ik ondertussen al vast. Dat is die oranje dummy. Ik ga Dakota laten zitten met het voertje. Zij krijgt de blijf te horen en een handgebaar. Ik vraag Duggan iets naar voren te komen en die laat ik daar ook zitten. Ik ga de dummy wegwerpen en dan mag hij hem gaan pakken. En ik richt me dan vervolgens weer op Dakota, dat zij daar blijft. En daar krijgt zij dus voer voor. Dit is dus ook echt het gebruik van de oudere hond, hè, die al wat stabiliteit vertoont. Hier heb ik voer laten vallen. Dat heeft Dakota uiteraard gezien. Zij gaat nu dus op zoek. Ik heb de dummy van Duggan al aangepakt en hij staat daar dus te wachten. Op een gegeven moment zeg ik braaf tegen hem, omdat hij zo rustig staat te wachten. Dan gaat hij ook gelijk zitten. Dat zie je hier gebeuren. Dakota heeft hem gevonden. Daar wacht ik ook echt eventjes op, want ze gaat hem alsnog zoeken. Ze heeft gezien dat daar een voertje naartoe vloog, dus die gaat ze alsnog zoeken. Ze krijgt weer een zit met dat handgebaar. En hier zie je dat daar nog onrust in zit. En ik ga eventjes terug. Ik laat haar weer zitten. Ik geef haar het handgebaar. En meteen in vol vertrouwen stap ik van het duo weg en gaan we door op dezelfde voet. Nu zie je dat ik helemaal van positie verander aan de andere kant van Duggan. En ik stap meteen door naar Dakota om haar te belonen. We hadden net behoorlijk wat onrust, maar het overzicht is weer terug. Fantastisch. Heel goed gedaan. Duggan krijgt zijn bal op de grond. En we stappen eventjes verder naar achteren, zodat ze vrij kunnen bewegen, want dit was moeilijk. Hier stap ik nog even wat heen en weer met de honden. En dan zie je ook dat ze nog steeds anticiperen op dat we met elkaar bezig zijn in een oefensituatie. Ze kiezen hier dus zelf voor om zo met mij mee te stappen. Ik vraag niks van ze. Duggan heeft zijn bal hier nog vast. Dat ga je ook zien als we zo terugkomen lopen. Duggan krijgt geen voer tijdens dit soort sessies omdat hij geen voer aanpakt. Hij eet het niet op. Dus vandaar dat je dat verschil ook ziet met bijvoorbeeld Dakota. Dakota krijgt voer, Duggan krijgt zijn bal aan het eind van een sessie. Wanneer de honden bij mij aan een korte lijn meelopen, en dat zijn deze lijnen, voor deze honden gebruik ik jachtlijnen, dan heb ik ze geleerd en is het voor mij de bedoeling dat de honden met mij meestappen. Dan zijn er geen snuffelmomenten en momenten dat ze veel ruimte pakken aan de lijn. Je ziet dat de honden daarop ingespeeld zijn. Duggan stapt altijd dichter aan mijn zijde mee, Dakota pakt altijd wat ruimte. Maar de lijnen zijn beide ontspannen. Je ziet dat ik een klein lusje in mijn handen heb. Dat heeft ermee te maken dat ik de lijnen niet voor hun poten wil laten bungelen. Deze sessie heb ik best veel gevraagd van Duggan.
Dat hij bepaalde vaardigheden beheerst is schitterend, maar het is niet vanzelfsprekend dat hij dat allemaal inzet en dat hij dat deelt in het bijzijn van Dakota. Hier zie je waar zijn motivatie ligt en waar hij zelf voor kiest, staand wachten. Hij hoeft van mij niet te zitten. Hij mag uit zichzelf gaan zitten, maar hij blijft daar gewoon op de plek staan wachten. Dakota en ik gaan een balletje wegleggen. Dakota springt ook ineens richting dat balletje. Was voor mij ook nieuw. Maar ze zit aan de lijn, ze kan hem niet pakken. Wij stappen terug en terwijl ik zo langs Duggan stap, zie je dat ik al het signaal met mijn hand geef dat hij het balletje mag gaan pakken. Dakota heeft dat een paar seconden later ook in de gaten. En dan ga ik kijken hoe Dakota met die informatie omgaat. Ik hou haar aan de lijn, maar ik ga haar niet belonen met voer. Ze krijgt met mijn stem te horen dat ze hartstikke braaf is, maar ik ga niet belonen met voer. Ook ik wil zien hoe ze daarmee omgaat. Duggan komt terug, hij krijgt applaus, ik pak het balletje even aan. Dakota blijft mooi op de plekje staan. Duggan heeft volle focus op de bal, hij mag hem weer terugpakken. Hij krijgt vrij. Dakota krijgt een vrij te horen na het afdoen van het lijntje. Daar zit ik weer te stoeien met de lijnen. En Dakota krijgt nogmaals braaf te horen en vrij en zij mag gewoon gaan. Even geen voer. Dan krijgt Duggan volle bak aandacht. Met mijn ene hand hou ik de lijnen vast, omdat hij de neiging heeft om in de lijnen verstrikt te raken als die daar hangen te bungelen. Op dit moment dus. En je ziet ook dat mijn rechterhand steeds naar beneden gaat en dat ik die ook wel laat hangen. Hij loopt er dan zelf tegenaan en ik kijk hoeveel van die aandacht hij wil hebben. Je ziet ook hoe explosief hij is. Dakota ruikt daar even aan de achterzijde van mijn rugzak. Gooi nog maar eens een dummy. En mijn aandacht is even afgeleid. Ik kijk om, ik hoor een raar geluid en dat moment stopt. En zo gaat dat. Is het jou opgevallen dat wanneer ik het handsignaal voor blijf aan Dakota laat zien en daarbij ook blijf zeg, dat zij daar zeker goed op reageert, maar na een aantal seconden of iets langer uit zichzelf gaat staan of in ieder geval beweegt? Ik ga binnenkort uitleggen waarom ik dat op deze manier doe.